bij deze staat bijvoorbeeld cycling makes me dirty, what else makes me dirty? En dan who is going to fuck me in the cornfield? Eens had ik een berichtje gekregen van iemand in mijn inbox van er staan foto's van jou online op Twitter, ik weet niet of je dat weet. En eerst dacht ik van ja, dat is een grap of zo. Achteraf ging ik dus het, zeg maar, het account opzoeken en toen was het ook echt waar. Dus dat was best wel naar om achter te komen, zeg maar. En dan sinds vorige week is het uit met mijn vriend. So far, now on, I'm cheating. I'm not cheating anymore, but still want some big cocks. Wat denk je dan? Ik het op zich best wel misselijkmakend vind dat iemand, zeg maar, dat onder mijn naam zegt. Want zo ben ik helemaal niet. Ik wil het ook graag delen om, zeg maar, mensen ook aan het denken te zetten. Voordat ze, zeg maar, niet anders de foto's natuurlijk gebruiken. En om de slachtoffers ook een soort van een hart onder de riem te steken. Dat ze niet alleen zijn, dat er ook andere mensen zijn waar dit bij gebeurt. En dat je er altijd over moet spreken, zeg maar, met iedereen. Als het je, zeg maar, dwars zit of als je iets niet leuk vindt. Om het gewoon te delen met iedereen. Omdat je niet alleen bent in deze wereld en het dus bij iedereen, zeg maar, kan overkomen.